Even kijken, we gaan even door. Ja. Met de dilemma's. Yes. Dat hoor je niet, maar er zit nu een heel... Hoor je het wel? Hoor je het muziekje? Oké, fijn. Dat heb jij gespeeld op die piano, toch? Ja, dat heb ik toen hij net gestemd was. Heb ik dat hier eventjes en even toe opgenomen. Goed, ik moet nog een muziekje inspelen voor dilemma's. Ja, precies. Welke zou het zijn? Even kijken. Je huis zit in de fik. Je rent door die brandende gang. Ja. En je kan... 3:30. Instant. 3:30? Ik ben wakker geworden, Karen, dus ik ben wakker geworden in het midden van de nacht. En naar die gitaar gerend. En ik heb ook wel inbraak in mijn huis gehad. Meteen naar die gitaar gerend. Oh ja? Dat is dus echt... Ja. Dat is hem gewoon. Dat is hem. Oké. Wel eerst de katjes redden. Dat wou ik net zeggen, hè? Ja. Hè? Disclaimer, no cats were harmed. je mag ook één stompbox meenemen. Welke pak je dan? Zo. Ja, mijn eerste bluesbreaker. Maar daar heb ik ooit eens een sticker op geplakt met The One aan de onderkant. En die sticker is eraf, dus ik weet eigenlijk niet meer welke het is. goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar? Dure amp. Ja. Ja, kijk, niet per se duur, maar ik denk dat je echt wel beter op een... Op een gare strat met een mooie buizenamp kan spelen dan op een custom shopper met een van de gare transistor combo. Transistor combo. Ja, precies. Ja. Blackstar. Blackstar is natuurlijk geweldig. Blackstar. Geweldig. Goed. Favoriete akoestische gitaar? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad eigenlijk. Nee, klopt. Ik ben een beetje een guild boy geworden. Ik hou ook wel van Gibsons en Martins, maar ik heb nu een guild en ik ben er blij mee. Staat genoteerd. Deze hebben we allemaal al behandeld. Fingerpicking. Ja. Nagels rechterhand, kort of lang? Kort. Ben jij een nagelbijter? Nee. Nee. Zeker niet, maar... Ook ja, die wijsvinger spelen we er allemaal af natuurlijk, ja, dat sowieso. Dat is heel nasty, is dat. Speel echt met mijn vingers. Als ik dan wel eens vakantie heb, komt weinig voor. Weet je, als je dan 3 weken weg bent of zo, komt helemaal niet voor. Maar stel, dan groeit die nagel van die rechtervinger, die groeit echt zo heel raar. Zo, wow! Ja, dat is altijd een beetje een gek vingertje voor ons. Ja, gek vingertje inderdaad. Sorry dames. even kijken... favoriete mic voor het opnemen van een akoestische gitaar? Sennheiser MKH40. Die had ik paraat, hè? Zo, kijk eens eventjes. Favoriete mic of mic combo voor het opnemen van een elektrische gitaar? U47, hands down. Hands down. Vet. En hoe... Voor de app. Ja, echt. Ik zit altijd lekker dicht op het speakerdoek. En grappig genoeg ook met 47 echt de neiging om ze een beetje in het midden te zetten. Maar ik gebruik van alles. Alleen dat is een beetje een soort combi. Dat ik vaak, weet je wel, Neve 73 Pre 47 Vet. Oh ja. Go. Gewoon daar bouw ik echt op. Maar ja, ik gebruik van alles. En ribbons, live ook. Wat voor ribbons? Gewoon de... Zelf ben ik echt AIA fan. Ja. Maar ook, weet je wel, als er in de studio goede buyers zijn of whatever, dan ben je natuurlijk ook happy. Of RCA. Maar anything wat er nodig is. Ik ben heel fan van 21, MD21. Sennheiser, sowieso Sennheiser fan. Ja. Sennheiser, want ik ben officieel Sennheiser. Dus. Daar is de camera. Sennheiser, beste mics van de wereld. Nou, ik moet je zeggen, ik heb ook wel een paar Sennheisers van ze gekregen. En ik heb goede in-ear sets van Sennheisers. Geweldig. Ik heb een keer op een bedrijfsfeest voor ze gespeeld. Kijk. Toen kreeg ik betaald met een in-ear set. Ik zei, nou... Dat is lekker. Kom maar door, mijn papa, hoor. Ja. Geen enkel probleem. Daar doen wij niet moeilijk over. En trouwens, eentje die als we het toch gaan hebben over mics. Ja. Van die
die ik denk dat veel gitaristen wel eens onderschatten is. Gewoon mics echt op afstand. Gewoon roemmics. Roemmics. Ja, als je roem goed is. Ja, maar überhaupt. Dan heb je hem maar. Het hangt er een beetje vanaf. Ik heb in het dak hangen en soms zet ik ze gewoon op 2, 3, 4 meter afstand verderop. En ik doe er toch eigenlijk altijd wat mee. En dan kun je eventjes gaan nadenken van stel ik had hem niet gehad. Ja, ja. En dan zit je er zo op je amp. En dan denk je dat is toch jammer. Weet je wel. Dus voor mensen die, weet je wel, hun gitaar, mic, een amp, weet je wel. Ik zou zeggen of je nou 57 hebt of wat, weet je wel. Ik bedoel, ik ben ook best wel zo van, nou, hup, gewoon go, ervoor, weet ja. je wel. Gewoon go, maar dan ben ik vaak toch wel blij met iets wat gewoon dit hele verhaal captured. Want wij zitten allemaal nooit daar met ons oor. Je zit nooit met je oor ernaast. Dus roemmics voor amps en überhaupt. I love roemmics, maar zeker als je gewoon lekker gitaren aan het trekken bent in je eentje, ja. dan ga je blij zijn dat je hem toch hebt. Wat ik ook dan ga je aan me denken. Nou ja. Thanks, Jelte. Die pakken ze even mee. Nee, heb je niet eens hoeven betalen, want wist je trouwens ook. Nee, maar wat ik zelf wel interessant vond met akoestisch gitaar, qua mic'en, is om hem bij je oor te hangen. Oh? Want ja, ik had op een gegeven moment zo klinkt hij lekker. Ja. Weet je wel? Waarom neem ik dat gewoon niet op? Dus wat ik vaak doe, is dat ik dan een 414, okay, lekker neutraal, weet je wel, die zet ik een beetje zo hier. Ja. En dan heb ik hier gewoon mijn dikke Jesses ervoor hangen. Wat hang jij voor akoestische gitaar? Ik heb nu dan zo'n Royer, gebruik ik. Het verschilt een beetje. Ik heb ook een KM184. Mm-hmm. Die heb ik de laatste tijd vooral heel veel gebruikt. Okay. Alleen gewoon die Neumann ervoor. Maar, en waar dan een beetje bij de... Ja, dat is ook een beetje zo. Ligt eraan waar ik speel ook. Zo. Ik richt hem meestal toch richting sound het gat, ja. En dan meestal zo 12e, 13e, 14e fret, zo ergens in die contraien. Soms richt ik hem ook weer wat meer naar beneden. Mm-hmm. Het is ook een beetje wat de song nodig heeft of zo. En dat is heel verwarrend om dan deze hals te hebben. Ja. Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen dat het ook qua akoestische gitaar heel erg afhangt van, is dat het eerste wat ik trek? Ja. Of leg ik hem ergens overheen? Precies. Weet je wel, dat bepaalt een beetje wat ik doe. 100%. Anders ben ik ook nog wel eens gewoon echt van, ik ram een dynamic gewoon op een meter afstand. SM7 of zo. Doe ik ook wel eens gewoon, ja. SM7. Ja. Zwitserse zakmes. Toch wel een beetje. Ja, even kijken. De MacGyver van de mics. De MacGyver van de mics, inderdaad. Ja, ik heb ook een nieuw item, mensen. En dat heb ik helemaal niet voorbereid. Ook helemaal niet met Jelte besproken. Dus we kunnen het er altijd nog uitknippen. Laat ik nu even stil te vallen. Ze komen al binnen. Ja. Hey, dames. Hey. Oh. De grote drie. Stel in een ideale wereld, jouw mening is een vaststaand feit. Yes. Je mag voor eens en voor altijd bepalen wie de drie beste gitaristen ooit zijn. Eindelijk. Wie zou je kiezen? Eindelijk. En in gitaargodesnaam waarom? Eindelijk. Nou, ik hoop dat je dit zou vragen. Ja, nou, daar is hij dan. Het zit namelijk zo, ik zat te denken van, ja, je gaat me misschien vragen van wie is je favoriete gitarist. Zou het makkelijk zijn? Nou, ja. Maar I'll do you one better. Mijn manager die is heel erg, Johan, die is heel erg van top 10. Dan zegt hij tegen mij van, die live plaat, ja, die staat wel in mijn top 10. En dan zeg ik, ja, top 10. Zei nee, ik heb daadwerkelijk een top 10. Weet je wel, hij heeft ze paraat. Dus toen hadden we het laatst eens over de top 10 gitaristen. En toen kreeg ik die van hem te horen. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga hem eens maken. Ah. Dus ik heb hem gemaakt. Dus als mag, geef ik je de hele top 10. Dat mag. Dat is. Ik zei dat ik veel van stof zou zijn. Je vraagt er om 3, je krijgt er 10. Het wordt gewoon een dubbele uitzending. Ja, precies. Ja, want, en prima. Ik wou nog iets doen. Ja. Je raadt nooit wie er op 1 staat, denk ik. Dus als je Rickard
Van Ellie en Rickard, denk ik. Nee, ik wou zeggen, nee. Is het raad, mag je die SG hebben? Oh, ja. Moet ik raden? Ja, ben benieuwd. Chet Atkins. Nope. Ah, gelukkig, ja. Gelukkig. Nee, op... het is een interessant rijtje. Op 10 staat... een gozer die heet Gary Green. Dat is de gitarist van Gentle Giant. De onbekendste naam van het rijtje, maar een held van mij. Heel smaakvolle gitarist. 9 is Eddie Hazel. Funketeers. Nou, weet je wel, de mijn funkgitaarheld, weet je wel. En fucking ballen gewoon. Ja. 8, sorry, Steve Lukather. I'm so sorry. Nou ja, ik heb vroeger een Valley Art gitaar gehad, dus ik vind een Latent heel goed. Nee, ik vind hem echt supergoed. Hij raakt me toch echt. Ik had hem ook met Toto-tatoeage. Hem had ik dan wel met Toto-tatoeage laten zien. Maar mijn Toto-tatoeage die zit door de White Album heen. Dus want dit is de White Album dan. En dat is gewoon een vierkant. Ja. En dan heb ik het zwaard van Toto 1. En toen dat liet ik hem ook zien. Ik zeg, ik heb je dwars door de Beatles gestoken als een soort Excalibur. En toen kreeg ik een knuffel van Steve. Dat vond hij mooi. Nou, ja, mooi. De rode draad, 7, George Harrison. Ja. Gotta love George. Ja, 6. Wie houdt niet van George? Ja, wie niet? Toch? Want anders gaan we die nu opzoeken. Ja. Na de uitzending. Toch? Nee, ja, George... We komen eraan. Zoom je dan ook? Nee, ik zoom niet. Nee. Kun je die nog een keer doen met... We komen eraan. We komen je halen. We komen je halen. Ja, nee. Niks geks over George, hè? I love George. En 6, Jimmy. Ja, 6. Ja, veer te laag. Vind ik te laag, ja. Ja. Ik heb er ook lang over nagedacht, maar het is toch gewoon een persoonlijk lijst en wie invloed hebben op je eigen spel. Zeker, tuurlijk. En wie op bepaalde plekken in je leven een bepaalde ding hebben gedaan en wie gewoon... Wat ik ook altijd heel belangrijk vind, en daarom vind ik het eigenlijk raar dat ik Brian May er niet in heb, zeg maar, hoe herkenbaar ben je? Ja. Is Brian May altijd als de meest herkenbare gitarist aller tijden. Hands down. Gewoon, weet je wel. Dat vind ik ook. En dat zijn ze hier allemaal ook wel. Weet je wel. Dus, oké. 5 Clapton. Ik ben echt veel grotere Clapton-fan, denk ik, dan mensen eventueel verwachten bij mij. En zeker ook Derek en de Domino's. Ja. En de eerste helft van de jaren 70. Alles wat hij doet. En Blind Faith, Cream. John Mayall, Anything. En goed. Maar over al deze mensen kunnen we nog een aflevering. Zeker, thema-aflevering. Dus 4 tot Röntgen. Zwaar onderschatte gitarist. Echt. Zijn solo-albums sowieso, maar ook bijvoorbeeld een plaat als Bad Out of Hell, waar hij los van produceert, gewoon die guy is, weet je wel. Ja. En eigen stijl. Nou, dus dan hebben we Clapton. Clapton had die The Fool gitaar en later heeft Tot die ergens vandaan getoverd. En Tot heeft in de jaren 70 eigenlijk vrijwel alleen maar op deze gitaar gespeeld. En de Fool gitaar, voor de mensen die dat niet weten? Ja, die is beschilderd door het kunstenaarscollectief The Fool. Die hadden ook een piano geschilderd voor Lennon. En ik geloof ook zo'n Bass 6, zo'n Fender voor Jack Bruce. En deze SG voor... en dat is dus... hoe heet het? Een van die twee is de pa van Douwe Bob. Van Douwe Bob. Dus dat is wat mij betreft de meest legend gitaar ever. Ja, tot eens. Nou, dan de top 3 die je eigenlijk wou hebben. En dit is echt opmerkelijk. 3, Eddie Van Halen. I love Eddie. Ja, hij is natuurlijk vrij recentelijk van ons heen gegaan. Ja. Ja. Maar die heeft ook voor jou heel veel betekend in je jeugd. Dus, hè, nou, eigenlijk meer op latere leeftijd. Maar dat vroeger was het meer gewoon een soort van... bijna denk ik zoals een kind weet... een beeld heeft van Jezus Christus. De personificatie van... Ja, de gitarist. De gitarist. Zo ziet hij eruit. De held. Ja.
Ik had helemaal geen Van Halen CD's of zo vroeger. Ik was alleen maar op die rock'n'roll game. Maar ja, alsof je daar zo soort van op een rot stond van... Ja, ja. Zo. Ik denk dat ik weet wie bij jou op nummer 1 staat. Ben echt, echt benieuwd. Ik weet niet of ik het moet zeggen. Maar ik denk dat het Chuck Berry is. Nee. Maar ik snap wel waarom je hem zegt. Ja. Het is nog even nummer 2. Ja. Ja. Richie Blackmore. Fuck yeah. Gewoon Richie is... Dat is ook weer zo'n herkenbare gitarist. En ik denk qua spel... Pretty much degene waar ik het eigenlijk... Zeg maar, als iemand na een show tegen mij zou zeggen... Hey dude, Richie... Dan gaat mijn hart echt in vuur en vlam. Dat vind ik echt een compliment, weet je wel. En de grap is, Richie heeft compleet tegenovergestelde manier als ik. Ik ben heel erg sliden, Ja. En hij is echt gewoon... pull-ups veel, weet je wel. Gewoon... Ja. Maar... En zeker Richie als hij blues georiënteerd is. Ik ben niet super op die neoclassical game, maar nee. als je gewoon een fucking stoomtrein van een band hebt, of het nou Purple Mark 2, 3, whatever is, of Rainbow, of gewoon... Ja, ja. Love Richie. Ja, ja, ja. Ja, dan komen we nu aan bij de nummer 1. Ik wil nog één gokje wagen. Ja, is goed. Je raadt het nooit. Nee, ik raad het nooit, want ik denk nu van dan is het Prince, maar die is natuurlijk ook niet. Nee. Prince staat gewoon niet in jouw rijtje van beste favoriete gitaristen. Nee, ja, dat zouden veel mensen denken. Valt hij er net buiten? Ik weet niet zo goed wat eronder zit. Ik vind het raarder bijvoorbeeld dat iemand als Carlos Santana er niet in zit. Terwijl dat echt, dat is de honorable mention, hoe heet dat? Dat ja. Santana is... ook wel echt een ding. I don't know. Het zijn ook niet per se steeds gitaristen dat je echt denkt van... Oh ja, die doen heel erg wat hij doet. Of nee. Zo, weet je wel. Dus, het is gewoon wat jou wat jij gewoon bewonderd raakt. Ja. Hou ons niet langer in spanning met de mensen thuis. Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac. Fuck yeah. Oh ja, natuurlijk. Die, I love Lindsey. Die, hoe heet het? Running dinges. Go Your Own Way? Nee. Dat is pretty much het beste solo ooit. Ja, nee, maar dat akoestische gitaarspel in... hoe heet dat nummer nou? Want die is eentje gespeeld. Oh, je Big Love. Big Love. Jij. Ja, ja, ik ben heel erg Richie... Of Lindsey. Gewoon Lindsey... Dus mijn liefde voor hem zit hem gewoon echt. En dat is ook iets wat ik... Er zijn een paar dingen die ik eigenlijk stiekem gewoon wel wil zeggen... nu de gitaristen luisteren, zeg maar. En een van die dingen is... Lindsey is gewoon het soort van toppunt van... Je kan iets proberen te zeggen met 3000 noten. Ja. Maar als die ene noot te vinden is en te plaatsen op precies de goede plek, op precies de goede manier, met precies de juiste intentie, dan weet je wel, dan gaat hij door muren en door harten en door zielen en over wolken en bergen. En dat is toch die Lindsey, dat hij in een solo op, en denk even aan die Go Your Own Way, en uiteindelijk eindigt hij ergens hoog in de lucht, weet je wel, en daar gaat hij, weet je wel, snijdt hij je fucking lijf door midden met een cirkelzaag. Dat is iets waar ik gewoon heel vaak aan denk als ik met alle respect gitaristen hoor neuzelen. Ja. Ik wil, gaat dit over? Waar gaat dit over? En dan, omdat ik zo erg geloof in dat principe, dan denk ik stiekem ook zelf wel eens van, dat kan ik met één noot, weet je wel? Die snijdt door je ziel. En, dat, en hij heeft dus ook een super eigen sound, manier van spelen, techniek. Maar echt bij uitstek iemand die zoveel kan zeggen met zo weinig. En daarom gewoon... Ja, dat is toch uiteindelijk... Weet je, het is hetzelfde met zingen. Mm.
de Mariah Carey's van deze wereld raken me niet. Het gaat bij mij nooit om de flexibiliteit van die stembanden. Het gaat mij erom dat je voelt dat iemand gewoon iets wil zeggen. Volgens mij heb ik ook de top 10 beste zangers hier. Ja, nee, maar ja, I agree. Yeah. Toch, uiteindelijk gaat het daarom van, ik hou me veel meer van imperfectie, mm-hmm. maar wel gewoon dat je voelt dat het van een goede plek vandaan komt of zo, toch? Ja. Dat is uiteindelijk, ja, denk ik wel het belangrijkste. Wat ik, als ik mag, nog aan wil toevoegen aan dat verhaal, naar gitaristen en muzikanten sprekend, is dat je neigt heel erg naar, als je een, oké, je gaat een instrument spelen en het is van dit ligt me en of dit ligt me niet en ik ga weer verder met voetbal, weet je wel. En op een gegeven moment ga je een soort van grens over en dan hebben we allemaal een soort van, ik wil virtuoos worden of zo, ding van ik wil technisch, ik wil en die heb ik ook gehad. Ik wilde wat Eddie kon, weet je wel. Ik kan helemaal niet wat Eddie, niemand kan wat Eddie kan, maar die noodzaak heb ik ook niet meer. Nu wil ik liever wat Lindsay kan, zeg maar. Maar ja. Toch en je ziet heel veel fucking YouTube-filmpjes van guys die dan soort van, en met bakken delay die nergens op slaan en zo. Weet je wel? En het is allemaal heel nice. En het is niet een soort van dis naar gepriegel of zo. Maar wat ik graag heel vaak tegen mensen wil zeggen die blijkbaar zoveel aandacht en tijd besteden in snelheid en dat soort dingen, is besteed een deel van die tijd, please, aan waar je het dan vervolgens plaatst of zo. Want op een moment dat jij blablabla kan doen, maar niet vervolgens gewoon tijd bent in je slaggitaar, of dat het gewoon op een wazige plek komt, of dat je niet lekker uitkomt. Drummers is een goed voorbeeld. Ik kan ja, maar dude, je kan die band niet bij elkaar houden. Nee. Dus ik ben niet impressed met die feel van jou. Ja, weet je, gewoon nul. Ik wil eerst dat. En ik zeg altijd tegen mezelf, als ik mezelf daarop betrap, als ik iets heftigs wil doen en ik land het niet, dan denk ik, doe het niet zo cool dan. Ja, ja. Doe even, weet je, we gaan dan eerst even to the point. Dus voor mij is timing echt één. Gewoon timing is één. En daarom, ik weet ook, ik vind mezelf helemaal niet zo'n boeiende gitarist. Ik kan helemaal niet hele complexe dingen. Maar het enige wat ik wel kan, is ze op de plek zetten waar ze volgens mij moeten zitten. En daarom klinkt het als heel wat. Het is gewoon één grote grap in die zin. Want daar zit zoveel overtuiging in. Zo van, hier komt hij, bam! Ja. En hij hoort daar en hij moet precies daar zijn. En ja, dan kan ik 20 miljoen minder noten spelen dan de next guy. Maar waar die precies zitten, dat... Ja, dat komt dan bij minder mensen binnen, weet je. En als je veel mensen wil raken. En dat is B.B. King. En ja, dat is, weet je wel... Ja, ja, absoluut. Daar zit hij. Daar zit hij. En ook Clapton. Dat is ook geen hardloper. Helemaal niet. Weet je wel. Zeker als je die unplugplaat natuurlijk hoort, weet je wel. Daar... Ja, daar ben ik zo nog steeds van onder de indruk, jongen, hoe die plaat is opgenomen. Ja. Dat klinkt zo goed. Ja. Daar zit, en dat is... Ik heb laatst nog een beetje YouTube-filmpjes zitten kijken. Daar hangt gewoon één mic zo een beetje boven. Boven die akoestische gitaar. En dat is allemaal niet heel erg bijster bijzonder gedaan. Maar het is gewoon zo goed opgenomen. En zo goed gemixt. En je hoort hem ook kreunen gewoon, weet je, in die solo van Old Love bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan hoor je hem gewoon tekeer gaan, weet je. En daar zit ook gewoon die... Er wordt een verhaal verteld, weet je wel. En dat is inderdaad iets waar je ook je tijd aan moet besteden, denk als je oefent. Van hoe kan ik nou
met zo min mogelijk noten zoveel mogelijk proberen te zeggen. Ja. Ja, want ik ben niet een soort van preek aan het houden voor minimalisme of zo, weet je wel. Nee, is voor jezelf. Ingrid zegt je altijd, how can less be more, more is more, weet je wel. Ja. Speel elke noot die je wil, al zijn het 80 miljoen, maar zorg dat ze sens maken op de plek waar ze uitkomen. Ja, maar daarom is denk ik ook... bijvoorbeeld. Het is dit ook, hè. We kunnen allemaal dit, maar... Weet je wel, ze daar plaatsen is een heel ander verhaal. Ja. Je hebt rollen, je hebt struikelen, je hebt donderen. Maar doe het dan eens 20 bpm langzamer en zorg dat ze overal zitten waar ze zitten. Ja. Dan ga je jezelf uitdagen. Ja. Hoe heb jij je timing getraind? Is het iets wat je gewoon vanuit je drum... Veel wel, denk ik, ja. Maar stel je bent een jonge gitarist, je luistert nu naar deze podcast... Ik denk, ja, timing, ik vind dat moeilijk. Wat zou je aanraden? Ja, goeie. Denk ik dat waar het vaak misgaat is als je in je eentje speelt en heel erg gefocust bent op een partij of op een akkoordenschema of op iets, dat je een beetje... bijna jezelf te lief bent. Want zo van, oh ja, nou ja, dat was het allemaal. Zo van, dit duurt 4 tellen. Ja, dat was 4 tellen, weet je wel. Maar dat worden pas echt 4 tellen als je heel zeker weet dat het 4 tellen waren, zeg maar. Dat iemand, of een metronoom of een voetje, of de persoon waarmee je speelt, of de plaat waar je meespeelt, dat echt voor je in de gaten gaat houden. Want je verdwijnt in die oefening, of je verdwijnt in die dingen. Dus ja, dan wordt het een beetje als een zinnen praten of zo, weet je wel. Zo van, hup, ja, die staat erop. Hup, ja, die hebben we ook. Hup, ja, die hebben we ook. Maar dat is geen liedje meer, weet je wel. Yeah. Dus ik was wel... Sowieso hoe ik altijd gestudeerd heb, was bijna alsof het een show was. Dus en dat herken je waarschijnlijk, gewoon meespelen met platen. Altijd. En altijd de gedachte hebben, ik sta in dit publiek. En hij zegt, oh shit, de gitarist is uitgevallen. Yeah. Kan iemand al mijn liedjes spelen? Ik kan dat. Daar ben ik. Ik kan dat, meneer Clapton, weet je wel. Ja. Haal me maar op het podium. Dus zo heb ik altijd met platen meespelen. Maar ook veel natuurlijk opnemen, weet je wel. Gewoon op elkaar leren. En als je dan niet lekker timed, ja, dan geef je jezelf een klap voor je muil. Nee, daar heb ik wel het meeste uiteindelijk nog van geleerd. Qua echt gewoon ook... een beetje achter kunnen gaan hangen. Daarmee spelen met die metronoom en zo. Ja. En dan vooral met de druk die zo'n rood lampje dan in het begin geeft. Weet je, dat je denkt, oh, het is eigenlijk out of my league wat ik nu wil spelen. Ja. Maar fuck it, weet je wel. Ja. En dat is dan het voordeel van dat je, als je op een harde schijf opneemt, dat je kan het overdoen. Je kan het overdoen. Maar ik heb ook momenten in de studio gehad dat het niet ging. Weet je, dat we voor het eerst met een producer gingen werken, met het eerste bandje waar ik in zat. En dat ik gewoon een heel simpel tokkeltje. Het ging niet. Gewoon de rode lamp ging aan. En bij mij ging het licht uit. Weet je? Dat idee. Dat je op een gegeven moment zelfs gewoon dat er bij je elektriciteitsbordje, zeg maar, in één keer iets verkeerd schoot, waardoor ik in één keer een tintelende hand had. Weet je wel, zo helemaal gespannen. Ja. En toen ik dat eenmaal had meegemaakt, dat was eigenlijk het moment waarop ik daar overheen kwam. Weet je wel? Dat je zo diep ging dat je dacht, ik kan helemaal niks. Ja. Weet je wel? En dan uiteindelijk, dan ga je weer in je eigen studio thuis zitten opnemen en denk je, oh, wacht even, oh ja. En dan kom je eruit en dan pak je dat zelfvertrouwen weer op. Ja. En dan en als je dat maar vaak genoeg herhaalt, die cyclus, en op een gegeven moment dan... Ja, want dat ik denk dat een clue van dat verhaal is dat je niet bang hoeft te zijn om een confrontatie met jezelf aan te gaan. Exact. Want het is confronterend om jezelf terug te horen. Het is confronterend om met anderen te spelen of met een metronoom te spelen. Dus wat betreft jouw vraag net, zo van ja, dat moet je wel durven. Je moet durven op je bek gaan en je moet durven erachter komen dat er dingen zijn die je niet kan. Ja. En dat je ervoor moet werken om dat te kunnen. Ja. Om dat te leren. Ik was vroeger heel naar. Ik was zo... Ik wilde zo graag dan alles kunnen wat de rest kon. En het liefst ook nog ietsje beter. Ik herinner me echt dat ik dan in die bandwedstrijdjes andere muzikanten op het podium zag spelen. En gewoon terugging naar de kleedkamer om te checken of ik dat ook kon. Of ik ook die riffs kon spelen. Of ik kon slappen zo snel als hij. Of ook, weet je wel. Zo'n guy. En
Ik bedoel, muziek is geen wedstrijd of zo, maar ik weet wel dat de jongens waar ik mee optrok vroeger, we waren aan de ene kant heel humble en heel erg appreciative naar wat de ander deed. Van, wow, ik vind dat jij dit echt heel goed kan en ik vind dat jij... Maar achterliggende gedachte was denk ik wel altijd van, oh, maar dat wil ik eigenlijk zelf ook wel kunnen. Het was de brandstof voor je drive eigenlijk. Ja. Te gek, man. Ik denk dat als er nu jonge gitaristen luisteren, dat die hier heel veel aan hebben. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Lijkt me heel tof. Ben je nou een jonge gitarist en denk je, ik heb hier helemaal niks aan? Ofwel, laat het even weten. Stuur gewoon even een mailtje. info@gitaarmannen.nl. Sowieso leuk als je gewoon een keer een mailtje stuurt, hè? Dan heb ik wat... Het contact. Heb ik weer wat te doen? Ja, ik zie niet zoveel mensen. Even kijken. Ja, ik wil weer even terug gewoon naar het hier en nu. Ja. Jij hebt een nieuwe plaat. Ja. Wanneer komt die? Ja, dat is de goede vraag. Dank je. Beste vraag tot nu toe. Ja. Nee. Want de eerste single die heeft het. Tot nu toe doet het nog steeds volgens mij goed op de radio's. Ja, ja. Kijk, als het aan mij had gelegen, was hij er al geweest, laat ik het zo zeggen. En maar hij komt te snel aan. De precieze datum weet ik niet of ik dat kan zeggen. Want er heeft heel lang een datum gestaan, maar die is verschoven. Is het allemaal corona gerelateerd, planningstechnisch? Dingen worden wel moeilijk door corona, ja. Want er moet natuurlijk getoerd worden en dan is onzekerheid. Ja, het is steeds dat soort dingen. En ik moet zeggen dat het soms heel, heel erg balen is. Dat voor mij was het natuurlijk... voorheen was het altijd gewoon... Nou, dat ken je. Optreden, opnemen. Als een soort van 50-50, weet je wel. En dat is alles wat ik... doe met mijn leven, basically. Dus nu was het 100% opnemen voor een onnatuurlijk lange periode. En ik ben het echt zat. Ja. Ik heb veel te veel gemaakt, veel te veel albums gemaakt. En gewoon, ik wil weer op pad om een soort van natural balance terug te krijgen. Maar ergens had het wel iets om zo diep in een plaat te gaan. En ook zoiets van, dit kan ik in ieder geval nog doen. Hmm. En dan is het wel zuur dat als je daar zoveel liefde en passie in steekt. En je kan niet optreden, je kan niet dit en je kan niet dat. En weet je wel, en je gaat een videoclip opnemen en je moet duizenden euro's lappen voor een corona manager. En dit en dat. Ik heb het me al zo fucking moeilijk gemaakt. Ja. En dat dan ook je plaat steeds weer later uitkomt dan je wil. Want jij zit wel bij een label, toch? Ja. Warner Music. Wacht even. Ja. Warner Music. Ja, top. Nee, maar het weet je wel, en iedereen werkt hard en iedereen doet zijn best. Kijk, als het aan mij lag, dan hier alsjeblieft, hier is mijn album. Het is namelijk een album waar gewoon echt iets is gebeurd voor mij. Ik ben altijd een tijdje bezig met het concept van een album en de aanpak. En weet je wel, albums klinken vaak anders dan de vorige. En hoe werkt dat precies en hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? En dit was het extreemste wat ik ooit heb gehad. In die zin dat het zelf zo ver ging dat ik echt platen maakte of schreef of zelfs opnam. En daarop terugkwam en ze wegflikkerde. Gewoon, weet je wel. Gewoon echt, nee, dit is het nog niet. Nog niet eens de op, maar nog niet eens het concept. Of nog niet eens het, weet je wel. Dus toen ik dat eenmaal vond, en dat was met die Love Right Now track, toen was het echt zo van, okay, got it, now heb ik het. En een heel groot deel daarvan is een soort van return to form. Wat is de Jet Rebel sound nou echt, weet je wel. Wat wil ik dat die Jet Rebel sound is?
gewoon aanstekelijke, dansbare rockmuziek die zowel mannelijk als vrouwelijk is en zowel catchy is als raar en vervreemdend, weet je wel. Gewoon echt die key elements die in het begin zo super vanzelfsprekend waren in liedjes die ik deed. En waar ik eigenlijk bijna per ongeluk een soort sound en een soort genre tussen aanhalingstekens had, wat ik later een beetje... Beetje de Louise van deze wereld. Ja, ja. En hoe dat ontstaan was gewoon basically dat ik dacht van ja, ik doe gewoon wat ik wil, daar gaat toch niemand naar luisteren. En later dan denk je van ja, maar nu gaan er mensen naar luisteren. Hoe krijg ik dit voor mekaar? En nu denk ik weer van, ja, bijna denk ik, zit ik weer in een soort van, er gaat toch niemand naar luisteren, wat heel negatief klinkt, maar meer is van, ik doe het voor mij. Ik moet happy worden. Ik moet dansen in de studio. Ik weet je wel. Gewoon, dus ik heb nu een plaat gemaakt waar ik gewoon zelf happy van word. En die heel concessieloos is en heel veel scheid heeft, die gewoon zo ongegeneerd, echt Jet Rebel album, zeg maar. Gewoon ik heb het er ook op staan. Gewoon, this is an official Jet Rebel album. Omdat ik het zo wil benadrukken hoeveel het voelt van dit is wat hij doet, zeg maar, tussen aanhalingstekens of mezelf in de derde persoon. Maar en de grap is, als ik dat doe, wordt het blijkbaar, weet je wel, iets catchier en poppier dan wanneer ik probeer catchy en poppy te zijn. Ja, ja, ja. Dus daarom ben ik heel enthousiast over die plaat. Dat begrijp ik, als je het zo zegt. Speelt de gitaar een grote rol? Zeker, het is in grote lijnen een rockalbum. Maar en het heeft een paar momenten die denk ik het ruigst zijn van mijn opgenomen werk. Maar ook het funkiest en het dansbaarste, weet je wel. Denk je ook dat die hele coronatijd, toch het uitzichtloze, wat we allemaal hebben gehad, van niet het podium op kunnen, niet dat je juist denkt van, ik wil er iets tegenover zetten van juist... Ja, 100%. Levensvreugd. 100%. Ik snap ook niet dat niet iedere artiest dat nu aan het doen is. Ja. Want dan hoor ik een nieuwe single van die en die op de radio en denk ik, wat een deprimerende... Ik wil iets waar ik blij van word, weet je wel. Come on, we hebben Ellen Clark doet dat goed, vind ik, op dit moment. Ellen, weet je wel. Finally, yes. Ja. Gewoon, ja. Ja, die is gewoon echt helemaal Nee. op de happy train gesprongen. Precies, en te gek. Ja, precies. Ik denk dat mensen dat nodig hebben op dit moment ook. Ik ook. Ja. Ik ook. En dan, ik bedoel, deze plaat heet de Pre-Apocalypse Party Playlist. Dus de plaat die je draait op het feestje de avond voordat de wereld vergaat. Goed concept. Ja, en iedereen is op dat feestje en elke mening is op dat feestje. En zodoende is het bijna een soort conceptalbum over deze tijd. Maar de mening die het sterkst is, die je in Love Right Now hoort, is van, hey jongens, handen in elkaar, laten we proberen er wat van te maken. Ja, want dat is niet makkelijk gebleken afgelopen jaar. Nee, en gek genoeg. En nu gaan we een hele andere kant op. Maar gek, wat ik heel raar vond aan deze tijd was dat zeg maar, ik heb zoiets van, dit zou dan toch de tijd moeten zijn waarin we allemaal zoiets hebben van, we hebben elkaar nodig en laten we elkaar helpen en laten we elkaar steunen en samenkomen als een people, als niet alleen als een land, maar als de fucking wereld, want iedereen heeft er last van. En wat je ook hier heel duidelijk in dit land ziet, is iedereen is gewoon een beetje bezig zijn eigen shit te beschermen. En dit is van mij en dat is van mij. Dat dit niet het moment was waar we met z'n allen samen kwamen, vind ik... Ja, gewoon... Leek erop, hè? Het leek erop aan het begin. Ja. Toen dacht je van, nou, dit is mooi. Ja. We gaan gelijk die hele klimaatcrisis ook tackelen met z'n allen. Ja. Nou, 2 maanden later. Ja, nee, hier... Stond iedereen, wij spreken de map in de supermarkt. Ja. Ja. Zonde, hè? Maar ja, gelukkig is er dan toch weer die muzikale tegenstroom die dat... Heb jij... Kijk, dus even in dat wezen. Jij bent echt een van die mensen die in de crisis dus gewoon echt... schouders, weet je wel, gewoon handjes uit de mouwen. En je weet hoeveel respect ik daarvoor had, want er waren echt dagen dat ik er doorheen zat en dan zag ik jou weer het volgende concept uit je mouw schudden. Ik dacht, waar haal je het vandaan? Ja, dat voel ik mezelf ook wel eens af.
Ja. Nee, maar dat zijn de mensen waar ik zelf bewondering voor heb gehad in deze crisis. Dat ik denk van, god damn it, je blijft gewoon bezig. Je blijft gewoon gaan. Maar wat ik zo moeilijk vond om te begrijpen was, wij stonden als muzikanten, mag ik dat ondertussen zo zeggen, wij stonden onderaan. Ja. We stonden nog niet eens op de ladder. Het is echt, en ergens snap je hoe dat komt. Maar wat ik niet begrijp, is dat dat er niet is gezien dat we ook een force hebben, weet je wel. Jij zet je streaming situatie op en je maakt mensen daar blij mee. We hadden als regering gezegd, jongens, we kunnen jullie geen podium bieden, maar we hebben hier een landelijke streaming platform en we doen een beetje dit en dan blijven mensen thuis. En hoezo zijn we niet op zo'n manier ingezet of op zo'n manier gezien? Ja. Nee, wij hadden linkse hobby's veredelde hobby's. Ja. Ga maar in de teststraat werken, ga maar pakketjes rondbrengen. Dat is volgens mij het hele probleem. Dat de overheid ziet ons inderdaad als een linkse hobby. Hè? Je moet het mezelf zien te regelen. Ben ik op zich groot voorstander van. Hè? Ik bedoel, ik hoef geen geld van de overheid. Ik heb ook nergens om gevraagd van de overheid afgelopen jaar. Ik dacht, fuck you, ik doe het gewoon zelf. Mm-hmm. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar tegelijkertijd denk ik wel, wat jij zegt, dat had heel mooi geweest. Ja. Als er gewoon gedacht was van, en hetzelfde geldt met onze vrienden van de evenementen. En, 100%. Die hadden een hele grote rol kunnen iedereen spelen. In onze branche. Ja, omdat er hier gewoon niet wordt geklaagd, er wordt gewoon doorgepakt. Ja. En ja, daar was wel wat van nodig geweest, denk ik. Dus ja, weet je. Dat inzicht gewoon. En wat betreft de hele gedachte van een veredelde hobby. Zo, zeg maar, mensen met de 9-to-5, of ze nou in de politiek zitten of wat dan ook, zeg maar, je rond je middelbare school af, dan doe je een studie. En dan ga je daarmee aan de slag. Toen waren wij al jaren bezig met het voorbereiden van onze carrière. Absoluut. Als je ga denken aan een klassiek violiste. Weet je wel, als je dan voor je tiende niet al jaren erop hebt zitten, dan ga je het nooit redden. Nee. Hoe kun je dat een hobby noemen? Dat is carrière puur zang. Ja. Geen weekend, geen vakantie. Allemaal geen fucking pensioen, niks. Nee. Weet je wel, dit is. Hoe kunnen wij altijd afgestempeld worden als mensen die niet hard werken? Ja. Weet je wel, waar wij allemaal zo zijn van fuck it, we gaan door. Nee, maar op het moment dat je in een land dat je gaat terugkijken op een periode, mm-hmm. dan kijk je niet naar, toen hadden we lekkere economische groei. Ja, toch? Dan kijk je toch naar wat er gemaakt is. Ja. Wat er overblijft. Precies. Hè, ik bedoel, Florence, loop daar eens rond. Ja. Dan zie je de restanten van wat ooit heel mooi was, weet je wel. Ja. Daarvoor komen mensen van over de hele wereld. Nou ja, ik woon hier vlakbij. Daar kom ik er niet op. Al die molens, in ieder geval. Ja. Hij woont hier vlakbij al die ik molens. Ik woon vlakbij al die molens, mensen. Ik kom hier ook niet vandaan, wat ik veel. Ik kom er niet op, we zijn zo lang aan het lullen. Maar in ieder geval, al die molens. Ja. Werelderfgoed, ja. Weet je wel. Nee, maar true. Weet je, dat is cultuur. Dat is. Ja. Dat is wat gemaakt is met noeste arbeid. Ja. Nou, dat is niet anders dan wat wij doen. Ja, deze regering heeft daar scheid aan. Er valt gewoon niet genoeg geld aan te verdienen. En, nee. Maar wat ik jammer heb gevonden is dat blijkbaar de mensen het niet genoeg gemist hebben om een soort van... Ja. Weet je wel, wij konden wel meer muziekachtige acties gaan oprichten. Nee. Maar dat... En dat is met al die. Dan waren wij de zeikerts, weet je wel. Dan waren wij. Je moet niet zeuren, weet je wel. Jouw baan is een beetje gitaar spelen. Ja, je hebt geen essentieel beroep. Nou ja, oké, prima, weet je wel. Dat, terwijl, ik zou hier niet zitten zonder muziek en met mij heel veel mensen. Ja. Hoe essentieel wil je het hebben? Ik denk af en toe ook wel eens dat het misschien wat jaloezie is. Weet je wel, wij zijn vrij. We, ik heb zeker deze baan dan die van Rutte. Ja, nou ja, absoluut. Nee, dat moet je niet jaloers op zijn, weet je. Maar ik denk... Dat is een leuke invalshoek, vind ik, inderdaad. Ja.
Ik denk dat het jaloezie is. Ook deels Rutte daarover gesproken. Die wilde eigenlijk concertpianist worden. Oh, die kan supergoed piano spelen. Hij kan het wel. Hij kan heel goed piano spelen. Ja. En waarom is hij het niet geworden? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. We zouden hem eens moeten uitnodigen. Ja. Volgens mij heb ik dus serieus ergens een nummer. Oh ja? Ja. Ik heb ooit bij het ministerie van OCW gewerkt toen hij daar staatssecretaris was. En toen was ik zijn persoonlijke computerman. Maar hij had geen computer. En Hugo de Jonge liep er toen ook rond. Die was toen de woordvoerder. En dat was een interessante tijd. Zeker als je nu kijkt dat dit de twee mannen zijn die nu eigenlijk de dienst uitmaken. Ja. En ik heb toen in 2005, 2006 die periode... Ik vind niet dat zij naar shows mogen. Nee, eigenlijk niet. Ik wil er niet heel zeikerig over doen. Maar ik bedoel... Ik vind eigenlijk uit respect voor onze branche... mogen zij nooit meer naar een live concert. Nee, moeten ze zich wel eerst even laten testen. Dat sowieso. Sowieso. Dat sowieso. Ja, dus en dan kunnen ze in de auto terug naar huis. Speciale rectale test is dat. Sorry mensen, we dwalen af. Oh. Dit is de langste gitaarman van de podcast ooit. Yes. Lekker. Yes. Ik word er heel blij van. Ik ook. Want dat betekent namelijk dat ik gewoon alweer een week erbij heb gesmokkeld. Precies. Dus ik kan dit in tweeën gaan splitsen. En dat is hartstikke leuk, want tijdens de show op Veronica... elke zaterdagochtend van 9 tot 12, laat ik ook fragmenten horen. Ja. En ik vind het leuk dat jij een top 10 gitaristen hebt, want daar kan ik dus ook wat mee doen. Precies, ja. Dan kan ik ook gewoon nummers van draaien. Zeg, check dit, check dat, weet je. Dat vind ik leuk. Goeie input. Dus als je binnenkort de gast bent in deze podcast, zorg dat je net zo goed voorbereidt. Hè? Dan wordt het leuk. Hè? Even kijken of ik nog meer noten... Gitaristen van Nederland? Om mijn zang. Ja, daar komen nog wel leuke gitaristen aan, hoor. Ik heb er nog wie, een paar... Kun je dat spoilen? Of, Nee, ik kan er één spoilen. Dat vind ik wel leuk. Want er zijn nog heel veel lijntjes uit. En ik heb er al heel veel gehad ook, weet je wel. En, maar ik heb binnenkort heb ik... en dat is niet een hele bekende gitarist in de zin van... Hij is veel op de radio. Hij is nooit op de radio. Nederlandse gast. Maar hij is wereldberoemd. Dat is een mooi brugje naar wat ik zo meteen nog even met jou wil bespreken als laatste. Paul Davids, ja. Ken je hem? Ja. Die heeft 2,4 miljoen volgers op zijn YouTube-kanaal. Zo. 2,4 miljoen. Dat is wel veel, ja. Ja, en dat is, ik vind hem, ik mag graag naar zijn dingen kijken op YouTube, want hij kan het goed uitleggen. Hij is grappig. Ja. Die filmpjes zien er goed uit. Ja. En hij weet wat hij doet. Ja. Weet je wel, en dat vind ik mooi. En die wilde ik heel graag in de podcast te gast hebben. Hij doet het eigenlijk nooit. Nee. Ik heb via zijn nummer weten te bemachtigen en ik heb hem een appje gestuurd. Via Rutte. Via Rutte inderdaad. Ja. Hoi. Toppie. Ja. Ha, leuk. Nee, maar in ieder geval, hij zei ja en hij is dus binnenkort de gast. Cool. En ik weet niet wanneer ik dat ga uitzenden. Ik denk ergens eind juli, begin augustus dat zal komen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij dat kanaal heeft laten groeien. Ja. Zou jij nog een vraag hebben voor Paul Davids? Wat is je gitariste top 10? Kom maar door. Kom maar door, inderdaad. Kijk, ja, ik was er wel echt van mee bezig, hoor. Ja, dat is een goeie. Tricky. Ja, dus dat. Maar dat is een mooi brugje naar mijn vraag aan jou. Zijn er op YouTube kanalen of... mensen die jij volgt of makers die jij volgt die... Eigenlijk alleen JHS, die guy. Die JHS pedals, hoe heet die? Nee, die ken ik dus niet. Ja, volgen is een groot woord. Maar ik heb veel van zijn pedaaltjes, zijn video's gezien. En ik vind het een leuke gast. Hij schijnt eigenlijk niet... oké te zijn, hoorde ik laatst iemand zeggen. Toen dacht ik echt... ja, iets gunnigs, weet je wel. Oh. Zo'n soort van... iets wat je niet wil horen. Hij knijpt hem in het donker, dat... Ja, maar... dus de hele gekke plug dit. Ja, maar... dit is gek. Dus wilt u kijken naar een child molester? Nee. Ik weet het niet. Ik wil niet iemand beschuldigen. Nee, maar JHS Pedals, dat is zijn... Ja, en die guy daarvan. En die...
Waar ik heel erg van hou wat gear betreft en gitaren en eigenlijk alles binnen muziek is een soort van goede balans tussen waar is het belangrijk dat we gaan pietlutten over deze mic en dit en dat. Ja. En waar totaal niet. Nee. Gewoon waar is het gewoon complete bullshit. Waar is een goede kabel belangrijk en wanneer is het gewoon onzin om een soort van 6.000 euro meer voor te betalen. En zo nu en dan... Ik heb een paar vrienden bijvoorbeeld die dat voor mij helemaal goed hebben. Of zo iemand als Rob Spicht bijvoorbeeld qua amps. Dan kwam ik bij hem en dan zei ik van... Hey, ik wil een dit of dat hebben. Deze amp moet ik een jaren 60 kopen. Dan zei hij, nee, helemaal niet. Koop gewoon een nieuwe en kom even bij mij langs. Ja, maar. Die nieuwe bijvoorbeeld die nieuwe Fenders, het doet het niet voor mij. Zeg, ja... Maar dat is omdat ze allemaal te koud gebiast worden, weet je wel. Weet je wel? En dan in sommige gevallen is het echt belangrijk dat je, weet ik veel, een originele dit of dat hebt. En in sommige gevallen niet. En die guy van JAS, die heeft dat ook op die manier. Maar zijn er dan nog andere kanalen die je volgt? Of is maar dit ik ben is niet zo'n super YouTube guy of zo. Waar haal jij dan je info vandaan? Ik kijk boxfilmpjes en kattenfilmpjes. Nee, ook niet eens. Ik kijk gewoon naar mijn eigen katten. Ja, nee, precies. Mijn oren. Gewoon echt veel gewoon luisteren. En natuurlijk door de jaren heen word je wel meer van... dit is waarschijnlijk zus of zo gedaan. Mm-hmm. Maar is er bepaalde lectuurbladen, dingen die je leest, volgt? Nee, ik zou... Ik word niet gesponsord door de gitarist of zo, hoor. Dus, nee, maar... Ook al is het wel een heel goed blad. En wil Ed er wel door gesponsord worden? Keertje op de cover. Ja. Ja, waarom niet eigenlijk? Ja. In tijden dat ik meer soldeer en meer bouw... zijn er wel van die websites waar ik veel schema's check. En ja, zo. Ja, maar precies. Dat soort dingen. Ik ben niet heel erg... ik trek altijd gewoon het liefst een beetje mijn eigen plan of zo. Dus als iets hip en hypey is, dan haak ik af of zo. Dus. Oké, check. Dan had ik nog één laatste ding en dan moeten we echt gaan stoppen. Want er komt een klein wit vlaggetje uit de roadcaster bijna. En een rookpluimpje. Ja, klein rookpluimpje. Want je gaat natuurlijk de plaat produceren. Of dat heb je misschien al gedaan van Hall & Oates, die gast. Ja, daar zijn we ongeveer op de helft. En dat... Hoe loopt dat proces? Is dat hier? Is dat op afstand? Beide. Nee, op afstand weinig. Dat is dus het nadeel met corona. We willen gewoon bij elkaar zijn. En we hebben het geprobeerd, maar het is gewoon niet... niet echt muziek die zich daarvoor leent. Nee. En hij is ook niet... Ik bedoel, ik heb mijn studio in huis. Hij heeft ook zijn studio in huis. Maar... Ik weet niet, dat werkt gewoon niet echt. Dus hij is bij mij thuis geweest en ik ben bij hem thuis geweest. En daar hebben we de halve plaat gedaan. En het is cool. Het is een idool. Ja. En dus ik verafgoten, maar het is ook gewoon iemand die ik nu ken. En het helpt niet als je de hele tijd gaat zeggen... Nee. Oh my god, weet je wel. En zo nu dan zijn er momenten, weet je wel. Als er nu dan... Tref je een instrument wat je kent van die plaat of dit of dat. Of er was eens een keer dat ik daar zat en dat er iemand een gouden plaat kwam brengen voor A Bandit Langs Je Net. Een album van hem in de jaren 70. En die schrijft hij ergens onder een ding. En dan denk je, wat gebeurt hier, weet je wel. Of zo nu dan zijn die momenten, maar de echte magische momenten zijn gewoon waarop ik klik gewoon echt goed met hem muzikaal. Ja. We begrijpen elkaar echt. En dat op een manier dat ik zelden met iemand heb gevoeld in mijn leven. Dus dat is heel bijzonder. Tof. En ik denk dat hij ook een beetje een dat is raar om te zeggen, maar ook wel zoiets voelt van hey, hij snapt wat ik bedoel. Ja. En wat gitaar betreft, als je waar je dat vragen?
Nee, maar maakt niet uit. Oh, ja, natuurlijk wel. Dat is dus heel grappig. Hij zo'n vriend van Todd is ook. Dat was gewoon een maatje van hem. Dus hij zegt soms wel eens tegen mij van... speel maar als Todd, weet je wel. En dan is het van... Okay. Dan kan je gewoon je gang gaan. Bij mij had ik natuurlijk mijn gitaren. En dan heb ik toch wel eventjes stiekem een fotootje geschoten... toen hij met die rode ES op schoot zat. Ja, ja. Dat was toevallig ook zijn favoriet. Bij hem was het dus inderdaad zo dat ik bij hem in zijn studio aankwam. En dat hij toen zei van, we rijden morgen wel even naar een opslag. En dan kun je even wat shit uitzoeken wat je nodig hebt. En dat je echt die rijen met koffers hebt. En hij heeft heel veel mando elektrische mandolines en mando cello's. Oh, joh. Dus... dat zijn dan acht snarige elektrische... hele lijpe collectie. En daar speelde hij blijkbaar vroeger ook heel veel op. En epische bassen en gitaar en shit. Dus ik heb daar gewoon zo... snoepwinkel natuurlijk. Gek, man. Lekker. En schrijven jullie dan ook samen of zijn de liedjes zijn er dan? Ja, ook. Meestal dan is hij zo van... Jelt, wat vind je hiervan? Vind ik wel vet, Daryl, weet je wel. Ja. Hier is het punt waar ik niet weet wat ik moet. En hier, dit is... En dan zegt, wat denk je? En dan zeg ik, nee, je kan dit doen, je kan dat doen, je kan zus doen, je kan zo doen. En dan zegt hij, dat is wat ik wil. Hup. Dus dat is een beetje waar ik meestal binnenkom. Inkoppen van de en het soort van vlot trekken van de ideeën ook wel. Ja, en de bridge, weet je wel. De bridge. Dus waar kunnen we naartoe? Of dat hij zelf al zou aangeven van... ja, maar ik vind dit eigenlijk toch niet echt wat of zo. Ja. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik met een hele song kom. En maar dan gaat het dus wel degelijk op dezelfde manier. Dan is hij ook wel zo van... ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan gaan we dit wel zo doen. Te gek. Dat is toch mooi als je zo met je helden kan werken, man. Ja, dat is echt waanzinnig. Nou ja, ik... ik wilde nu een grap maken van... Dan moet je ook blij zijn dat je nu vandaag met mij deze podcast... Precies, dat is een hele slechte grap geweest aan mensen. Dat kan natuurlijk niet. Dat was het grappigste geweest als ik die zelf had gemaakt. Zo van, ja. Het is inderdaad fijn om met je helden te werken. En dan ben ik ook zo blij dat ik hier met jou zit nu. En, ik zeg even niks, want kan ik dat eruit knippen namelijk. Altijd als ik in de buurt ben, luister ik naar Ed Struilaert. Ja. Ik denk dat we er gewoon een hele dikke, vette punt... Ja. En een uitroepteken. Ja, want ik had echt een paar dingen die ik hoopte dat we konden raken. En volgens mij hebben we ze allemaal... Mag het hopen van wel, man. Ja. 2,5 uur. Dat zou ik doen. Ik ga mezelf verschonen. Nee, precies. Nee, ik vond het echt super te gek. Ja, ik ook. Te gek. Ik ben heel blij. En ik ga nog even mij richten tot de mensen thuis. Mensen thuis. Dankjewel voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast. Als je hem helemaal hebt afgeluisterd, petje af. Daarover gesproken, petje af. petje.af/@struilaert. Als je dus grote podcastvriend wil worden. €4,95 in de maand. Dat is natuurlijk een schijntje. En dan krijg je allemaal toffe extra's. Zoals dus de pre-show. Dan moet je dus nog een half uur lullen over allerlei dingen. Dat is echt te gek. Mocht je deze podcast nou tof vinden, abonneer je dan in je favoriete podcast app of kijk hem op YouTube, dan lopen ook een paar cameraatjes mee. Laat een recensie achter op bijvoorbeeld Apple Podcasts, geef sterren, deel om de moeder, dat helpt allemaal om de podcast beter vindbaar te maken. En like de Gitaarmannen podcast pagina op Facebook, Instagram, Twitter en vertel het gewoon aan iedere gitaarliefhebber die je tegenkomt. Hey, podcast is te gek! Tot de volgende Gitaarmannen podcast. Doei! Doei!